Voedsel verbouwen op drijvende eilandjes van piepschuim. Om te kijken of dat kan, is vandaag een proef begonnen bij de Wageningen Universiteit aan de Runderweg in Lelystad. Martin Hubers van de stichting Drijvende Eilanden maakt al jaren voorwerpen van piepschuim. Maar de wereldwijde voedselschaarste bracht hem op een idee. Omdat ik artikelen las waaruit blijkt dat in 2050 we ontzettend veel landbouwgrond tekort komen. Wetenschappers hebben het over twee keer land als China. En daar had ik het idee van, nou, daar kunnen we iets voor oplossen. Want er is water genoeg op de wereld. Er is 70% van de aarde bestaat uit water. Dus het idee van, nou, daar gaan we het water op. Nadat de piepschuimblokken aan elkaar waren gemaakt, werd het eilandje te water gelaten. Eind mei worden de planten geplaatst en begint de proef om voedsel te verbouwen. Nou, we gaan starten met zeg maar waar je een maaltje van kunt maken. Hè? Dus aardappel, zoete aardappel, broccoli, boerenkool en sla, bij wijze van spreken. En als dit lukt, dan gaan we volgend jaar willen we dan dat in het groot gaan doen, prototype bouwen. Wageningen Universiteit doet graag mee aan de proef en is benieuwd hoe de eilandjes zich gedragen. Want voedsel verbouwen op water kan een oplossing zijn. Al werkt het misschien niet voor alle gewassen. De waarschijnlijkheid dat we aardappels op deze manier gaan telen, die acht ik niet heel groot. Maar andere gewassen wel? Andere gewassen wel. Slateelt op water gebeurt, tomaten, komkommers, paprika's. Dat gebeurt in principe op water, alleen op een iets andere manier als dit. Daar heb je kassen inderdaad, wordt daarvoor voor gebruikt. En dat heeft met name met ons Nederlandse klimaat te maken dat het veel beter gaat. Alleen, er zijn natuurlijk zeker opties om de stadslandbouw te bedrijven, waar dus ook geen ruimte is om kassen te plaatsen, om dergelijke concepten neer te gaan leggen. En rijst verbouwen? Als dit slaagt, gaan we er volgend jaar mee beginnen. De eerste planten komen er eind mei in en dan duurt de proef tot? We gaan tot september hierdoor, zoals eigenlijk het seizoen in de landbouw ook is. En dan weten we in ieder geval van wat wel en wat niet kan. En dan wordt besloten, gaan we een grotere versie maken? Nou, ik wil eigenlijk sowieso een grotere versie maken, want anders gaan we wat alternatieven zoeken. Ik wil, het is niet zo van dat als de plantjes dadelijk niet allemaal doen, dat we zeggen, nou, dan stoppen we ermee. Wat dat betreft moet je gewoon wel een beetje doorzetten, vind ik. Bang dat de eilandjes uit elkaar vallen, is Hubers niet. Daarvoor moeten ze sterk genoeg zijn.